Voor het succesvol afronden van een computertraining in Microsoft Windows, Word, Excel en PowerPoint hebben 17 jongeren met een gehoorbeperking van de Kennedy School op 18 december certificaten ontvangen. Deze training, gericht op vergroting van hun zelfredzaamheid, werd verzorgd door het Yamata Education Center. Het directoraat Jeugdzaken benadrukte het belang van kansen aan deze groep jongeren om zelfredzaam te zijn en te slagen op de arbeidsmarkt. Voor de cursisten zijn aanpassingen gepleegd, waaronder een tolk voor vertaling tijdens de training. Minister Stephen McAndrew van AWJ besprak op 18 december 2023 met de Nationale Loonraad de voortgang rond vaststelling van een nieuw algemeen minimumuurloon. McAndrew wees op de noodzaak van uitgebreid overleg om na advies van de Loonraad snel tot een besluit te komen. Het is de bedoeling om tegen 1 februari 2024 een nieuw algemeen minimumuurloon vast te stellen. Momenteel bedraagt het algemeen minimumuurloon SRD 35. Het ministerie van Volksgezondheid heeft medische apparatuur zoals bloeddrukmeters, saturatiemeters en medicijnen gedoneerd aan verschillende gezondheidsinstellingen, waaronder de medische zending, de regionale gezondheidsdienst en ziekenhuizen. Minister Ramadan benadrukte dat deze apparatuur gezondheidswerkers zal helpen bij hun werk. De medicijnen zijn bedoeld voor kwetsbare personen op voorschrift van een arts. De instellingen kregen het verzoek om de middelen efficiënt in te zetten.